Yo mensen, tof te kijken naar deze nieuwe video. Vandaag spelen we Roblox Drachten en dit wordt een map review. Enjoy. Ja, we zitten hier nu in de stad Drachten. Sorry als het geluid misschien iets te hard staat of mijn mic iets te zacht. Politie sirenes overal. Ik ben trouwens ook HR bij de politie geworden. Ik ben nu IBT docent. IBT. Ik zeg het goed als het goed is. Anders maakt het mij niks uit. Ondertussen rijden we nu langs het ambulance department. Dus ambulance daar binnen kan je de ambulance spannen. Als normale training in een normale training server te geven staan. Ja, staan ze hier meestal trainingen te geven. Daar achterin. Vervolgens hebben we hier tankstation brug. Kijk, overal staan ook wegenwachtwagens. Waar mensen ook echt in rijden. Ja, dat is eentje van ANWB. Tankstationnetje. Hier hebben we Rijkswaterstaat / ANWB zitten. Ik ben hier zelf, kan ik ook Rijkswaterstaat worden. Ik ben nu bij het openbaar vervoer, ben ik nu HC, groep HC. En bij de brandweer ben ik gewoon HR. Op dit moment rijden we, ja, rijtjeshuis. Dit is zeg maar allemaal nieuw, er zijn nieuwe wijkjes bijgebouwd. Even kijken, wat is dit? Oh ja, dat is kawaii. Dit is een immens groot flatgebouw. Volgens mij is dat... Nee, de ING die zit daar. De ING / Rabobank zit daar. De ING zit verderop. Hier heb je nog een klein pleintje. Allemaal kleine huisjes. Ja, ik ken de map nog niet zo heel goed, aangezien ik tijdelijk inactief ben geweest. En ik zie dat de opname ook al niet echt lekker loopt. Maar ja, we laten het zo. Brandweer, parkeerplaatsen hier. Nou, hier hebben we de Rabobank zitten. Hijskraan, komt ook een nieuw politiebureau, komt eraan. Daar hebben we een flatgebouw zitten in de verte. Ondertussen moest ik even op Discord kijken. Oh. Handhaving auto. Ja, mensen laten hun auto's wel eens slingeren. Rood mag even voor mij niks boeien. Hier hebben we de McDonald's zitten. De Mackie zit lekker bij de span. Daar span je op. Als je wil nou gelijk McDonald's wil eten, kan je dat hier halen. Domino's die zat hier. De blokker zit hier. Als het goed is, is de domino's ergens daarheen verhuisd. Nou, zoals ik zei, hier zit de ING. Kruidvat hebben we ook. Nou, dit is de span waar je normaal overheen, ja, rijdt met je auto. Nou, bij de AA hebben we nu al het werk van ambulances en dingen. Oké dan, ik weet niet wat hier gebeurd is. Je kan ook sinds kort wagens takelen. Oh. Albertijn. Hier verderop hebben we de Koninklijke Marische Zee zitten, dus de Kamar. Hier een parkeerplaatsje. Vroeger kon je hier auto's spannen, maar dat kan nu niet meer. Als je hier een stukje verder rijdt, kom je bij de Kamar uit. Moeten wij heel even de auto in zijn zijwaarts omkeer zetten. Dus, de stoep is blijkbaar hier verhoogd. Oh, lekker, de weg is hier verhoogd. Dan kijk ik er moeilijk overheen. Zo, oké, perfect. Oké, dat was dat. Blijkbaar
is de weg hier verlaagd. En ja, hier is die letterlijk zojuist verhoogd. Het zou wel te maken hebben omdat we ook een berg nu in de game hebben. Dan kan je ook meldingen maken. Dan gaan we vervolgens hierheen. Zo. Nou, dan hier dat winkelstraatje. Ondertussen heb je hier links van jezelf heb je een wijkje zitten, een klein wijkje. In de herfst komen de meeste updates, in de zomer misschien... Misschien is dat wel een idee om hier een zwemparadijs of party iets neer te leggen, neer te gooien, neer te bouwen. Oké, goed genederlandst, Damien. Dat is één ding wat ik wel zeg. Oké, ik weet niet wat jij van plan bent, maar... Oké, ja, dit soort mensen heb je dus ook in de game zitten. Weet je wat, ik doe er lekker niks tegen. Laat ze maar lekker rondrijden, dan mag een andere... daar ging die al. Ondertussen worden mensen ook gewoon staande gehouden. Er wordt ook gewoon geroleplayed, staat ook boven, set message. Welkom in Drachten versie 6, houd je aan de roleplay, hou het gezellig, have fun. Nou, rood stoplicht is nu groen. Ondertussen hebben we hier de flat. Nou, hier hebben we slootjes zitten. Ik ga ondertussen denk even hier omheen, zijwaarts omheen rijden. Zo. Zou je met de auto hier? Nee, oké, dat gaat moeilijk. Bergbeklimmer. Wat de parking zetten. Oké, ik weet niet waarom die nieuwe parking wou. Oké, ik mag... Blijkbaar werkt dat auto op slotsysteem zetten, werkt ook niet meer. Dit is de berg. Hier hebben we een klein grotje zitten. Dit is volgens mij gewoon standaard snel gemaakt. Dit kan je heel snel maken. En dat is nog best goed gelukt ook voor een berg. Normaal heb je allemaal van in andere games heb je allemaal andere bergen. Of heb je bergen die er niet mooi uitzien of snel gewoon afgeraffeld zijn. Nou, hier heb je gewoon een normale berg waar je ook gewoon meldingen kan maken. Oké, iemand heeft nog steeds een politie sirene aanstaan. Dan doen we het gewoon zo. Graag geen prio's aan als er geen meldingen zijn aan AB. Oké, dat hebben we goed getypt. Mooi zo. Kunnen we verder met ons tripje. Oh, daar is ook nog een heel groot stuk. Nou, dan kan je door, blijkbaar door de berg heen rijden. Daar hebben we het vliegveld. Hier hebben we de ambulancepost. Oh ja, het tankstation Total. Nou, hier hebben we dat tankstation. Voorheen zat er een weg. Hier zat voorheen een schaatsbaan. Oh, vangrail. Die is ook net nieuw. Oké, dan kom je een grote box tegen. Oké, kun je doorheen rijden of iets? Nee. Oké. Ah, hier hebben we de boosdoener gevonden. Zo, daar hebben we ook geen last meer van. Ja, ik mag geen Beatles, want dan moet je nu toestemming voor vragen. Dat was eerst niet, maar dat moet nu wel weer. Vanwege mensen zitten abuse met Beatles. Ik weet niet, is hier ook een... Nee, hier is ook geen vangrail of iets aangelegd. Dus we kunnen gewoon... In des hoops, oké, dat is gelukt. Nou, hier ben ik dus groep HC van het OV, van het openbaar vervoer. Oh,
Ondertussen hebben we hier een taxirijder die lekker gewoon denkt, ik ga over het gras heen rijden. Ook al komt de politie langs, het boeit mij geen ene flikker. Die mensen heb je ook. Een klein ander wijkje, die zat er al. We hebben de Jumbo. Hallo Jumbo, hoe gaat het ermee? Ja, die hebben we ook in de game. Altijd de goedkoopste bij Jumbo Drachten. Nou, hier de Jumbo. Oké, dat was een voice crack, nummer 1 van vandaag. Dan hebben we de bakker, kassa. Oh, oef. Oké. Het zou leuk zijn als die poortjes werken, dat je of zo ook iets kan kopen. Of als je er doorheen gaat, dat hij gewoon een piepgeluidje geeft. Lijkt me wel tof voor de roleplay. Hier stond eerst een vrachtwagen, die hebben ze speciaal voor de roleplay weggehaald. Denk ik, volgens mij hebben ze die ook weggehaald of die heeft een van de mods of staf weggehaald voor nu. Er staan ook auto's door de map heen geparkeerd. Voor bijvoorbeeld als je een roleplay aan het doen bent voor fout parkeer en dan kan iemand dan in die auto gaan zitten. En ja, een bonnetje uitschrijven en dat is dat. Oh, oké, er is heel veel lag in één keer. Dat komt omdat er overal auto's staan. Er zitten best veel mensen in de game. Ja, oké. Ja, en aangezien al die auto's. Zo. Oh, hey, dat mag niet. Oké, gaat mijn auto niet? Ja, mijn auto rijdt weg. Meneer, hallo, kom eens hier. Nee, oké, nee niet. Ja, verkouden en fluiten, dat gaat dan nog tenminste wel. Ja, ik ben verkouden dus. Vorige week was ik ook verkouden, was er in het weekend vanaf. Ik ga het weekend even weg, gelijk verkouden. Hier weer de airport, Arials. Iemand dacht dat Arrivals moest zijn, of Arrival, maar dat was het niet zo. Hier hebben we policeman. Hey, volgens mij is dit Wouter. Ja, dit is Wouter, dit is volgens mij XL Gamer. Of niet, ik weet het niet, maar volgens mij wel. Oh, ik zit hier ook echt achter vast dan. Die roltrappen werken als het goed is een soort van wel, want ja, je gaat sneller omhoog. Dus die roltrap werkt. Nou, hier heb je dus airport gates. Nou, niet zo heel veel speciaals, denk ik. Of het moet voor iemand speciaal zijn. Het zou leuk zijn ook als je dan naar andere games kon reizen of games waar drachtige partner het mee is. Als ze die hebben. En dat je daar dan gewoon heen kan. Nou, hier hebben we de tweede versie, maar dan heb ik hem in het mat grijs. Een beetje mat, donker zwart, licht zwart, licht grijs, kan allemaal. En dan, ja, met een sirene erbovenop. Ik kan hem wel even aanzetten. Ik heb ook het oranje licht, alleen het oranje licht werkt niet, alleen het groene licht. Ja, daar komt het daar blijkbaar. Het licht is ook niet helemaal lekker. Deze werkt ook niet. Test. Nou, dan gaat hij alles testen. Nou, blauw licht. Nou, gaat hij nu oranje licht? Gaat hij nu groen licht? Nou, en ik heb stop. Ja, dat hebben ze dan wel weer goed gedaan. Stop politie. Voor werkt hij ook. Volg is achter, ja. Links, rechts werkt ook. En FF. Oké, dit kan niet. Dim, dat is een beetje gedimd licht als het goed is. Maar ja, doet er nu even niet toe. We gaan. Oh, nog steeds lag. Help. Oké, er staat blijkbaar een collega van op de weg. Niet erg handig collega.
Ah, ik heb oranje en ik mag nog doorrijden. Jullie lekker niet, want jullie staan voor rood stoplicht. Ja, rood, daar. Stik in je kleurstof rood. Ik wou zeggen stik in je huig of stik in je rood. Nou, kan ook niet echt. Stik in je kleurstof. Ja, stik in je LED-verlichting rood. Dat kan het zijn. LED-verlichting. Er zitten LED-lichtjes in. Een stuk of 50 om één rood te creëren. Kijk, ik snap niet waarom die strepen verdwijnen. Dat zou ook wel weer iets zijn. Oké, mijn auto stuurt in één keer. Laten we even naar links. Rechts sturen. Voor mij is het links. Nou, hou je aan. ANWB. Ik moet niet alles te snel zeggen. Want als je het ANWB zegt, dan komt het zo uit je mond. Oké, mijn auto is bezeten. Of het komt door al die lag. Ik doe even... dit weg. Oké. Tap wil niet weg. Ja, voor de rest is de map redelijk goed. De map is goed. Het is speelbaar. Klein vijvertje. Ik snap niet wat mijn auto aan het doen is allemaal. Ook al bestuur ik het. Ik ga even gewoon met de pijltjes toetsen in plaats van WSAD. Oké, dat helpt niet. Ik ga me weer over naar WSAD. Oké. Dat was het systeem voor de meldingen. Nou, ik heb mezelf op bezig gezet. Inkomende meldingen heb je daar. Nou, hier heb je het flatgebouw. Nou, heb je daar verderop heb je dat gebouw zitten. Nou, autodealer, die heb je trouwens ook. Oh. Het geluid op 19 kaarten. Oh, wat is mijn money? Wat heb ik op zak op dit moment? 6000. Nou, van 6000 kan je geen mooie auto kopen. Ja, nu als het goed is, 10.000. Ja, 10.000. 10.250 euro op zak. En 0 cent. Ik denk dat dit de map review wel was dan. Een beetje de tour door de game zelf. Oh, yes, blijkbaar nog. Heeft iemand zijn auto onder water gereden hier? Oké, dat kan je niet zien. Ja, maakt niet uit, die zal wel geglitcht zijn. Of iemand heeft hem weggehaald en dan blijft dat licht altijd hangen. Nou, hier is dus de spam. Nou, je kan een gratis Opel kan je spannen. Nou, je hebt hier de Mackie. Maakt even niet uit. Nou, hier heb je die palen. Nou, start hier bestellen. Start hier. Afhalen, bestellen. Ondertussen heb ik... Oké, dat is natuurlijk geen uitgang. Ik loop tegen een deur aan. Dat is ook geen uitgang. Dat is een glas. Voice crack nummer 3 als het goed is. Dat is net waar ik er ook nog heen. Oké, mijn romantisch middagje. Ja, avondje inmiddels. Het is 6:30. Romantisch avondje met mijn auto. Met mijn dienstauto. Oef. Oké, dan. Dit is Domino's afgesloten. Nou, Blokker. Jezus. Ik heb veel voice cracks de laatste tijd sinds ik verkouden ben. Misschien moet iemand even een voice crack compilatie voor mij maken en dan naar me toe sturen. Upload ik het wel op mijn kanaal? Of weet ik het wat iets? Upload het op jouw kanaal, stuur mij het linkje door. En ik reageer er wel op. Well, ik kan zelf ook voice cracks maken, maar dat ga ik niet doen. Join Drachten, Discord linkje in de beschrijving van Drachten. Je moet minimaal 13 jaar zijn om Discord te gebruiken voor Drachten. En anders meestal als ze erachter komen, gooi je ze eruit. Ja, en je mag sowieso Discord niet gebruiken als je onder de 13 bent. Want dan word je ook geband. Dus het is sowieso al een regel. Trouwens, sollicitatiemedewerker... sollicitatiemedewerker applicatie trouwens. Ik ben even een berichtje aan het lezen. Nou, in ieder geval, ik zit daar... Ja, ik heb ook een beetje spraakgebrek vandaag. Ook sinds ik verkouden ben. Ik heb... Ja,
hele rare dingen gebeuren. Het zal wel. Ik zou zeggen, vonden jullie deze nou... Doe ik het weer. Andere locatie. Vonden jullie deze video nou leuk? Dan zou ik zeggen, abonneer, like, join mijn Discord server en join de Drachten Discord server. Linkje in de beschrijving. Laat nou achter wat jullie van deze video vonden. En dan zou ik zeggen mensen, laters. En tot morgen, overmorgen, of weet ik het wat, met een nieuwe video. Misschien een speciale. Of een update video. Bye.